staat op. Goedemorgen, 6 minuten over 9, welkom bij. Begin op de A4 Amsterdam Bel. Staat op. 538. Ja, ja, dames en heren, de Voice of Holland. En misschien zit hier wel de Voice of Holland, je weet het niet. Marks, goedemorgen. Goedemorgen. Welkom in de ochtendshow. Dankjewel. Hoe is het gegaan na afgelopen vrijdag? Ja, vrijdag was hartstikke leuk. Ja, ik heb met familie en vrienden zitten kijken. Ja, daar heb je toch ook lang naar uitgekeken. Want dit is natuurlijk allemaal, dit is eind juni, begin juli is het opgenomen. Ja, hartstikke lang gewacht. Het is de 5e aflevering, dus ik dacht, wanneer kom ik nou? Ook dat nog, want dan begint het en dan denk je, zit ik in de eerste aflevering of duurt het nog eventjes? Oh, weet je dat niet? Precies. Nee, dat weet je niet van tevoren, toch? Precies. Nee, dat weet ik niet. Dat wist ik helemaal niet, dus het was gewoon even lekker wachten. Maar je bent toch wel van tevoren ingelicht? Je hebt toch niet 5 weken achter elkaar met je familie op vrijdagavond voor de televisie gezeten, mag ik hopen? Nou, eigenlijk nee, eigenlijk wel. Eigenlijk toch wel. Maar ik heb een week van tevoren heb ik het mogen weten. Dus, Toen mocht je het weten? Ja. En je mocht het natuurlijk. Tegen wie had je het verteld? Ja, alleen familie en vrienden. Dus juist de mensen die het wel voor hunzelf kunnen houden. Dat is altijd belangrijk. Dan moet je toch een beetje. Want het is natuurlijk toch niet de bedoeling dat het uitlekt, hè? Nee, dan wordt het ook niet meer spannend, hè? Dus dat is ook weer waar. Oké, voor de mensen die denken: wie is Marks? Nou, ik beschrijf Marks even als man met gitaar. En dan weet iedereen, denk ik. Jij deed het liedje van Treintje Oosterhuis. Ja. En begreep ik nou, jij wist niet dat Treintje in de jury zat, toch? Nou ja en nee. Ik had het wel een beetje uitgelegd voordat ik me aanmeldde. Wist ik helemaal niet dat Treintje Oosterhuis Angela Groothuis had vervangen. Ja. Vervangen, inderdaad. En ja, toen wist ik het niet. Toen had ik eigenlijk in principe al besloten dat ik de nummers zou doen. Ja. Dus dat was het meer. Maar het was niet zo dat op de dag zelf die stoel omdraaide en dat je dacht, hey, Treintje. Nee, dat niet. Oh, zo kwam het een beetje over, maar dat was niet zo natuurlijk. Inderdaad. Maar hoe kwam je bij dit liedje eigenlijk? Want het is best wel een ingewikkeld liedje om op de gitaar alleen te doen. Ja, klopt. Ik hoorde het nummer. Ik ben er ook een beetje mee opgegroeid. Vooral tijdens mijn basisschooljaren. Ja. Heb ik heel veel gezongen. En toen dacht ik, laat ik een nummer doen van Treintje Oosterhuis. Want zij is toch wel een inspiratie voor mij. Ja, ja, ja. En je zingt al een tijdje, maar je speelt nog helemaal niet zo heel lang gitaar, toch? Vanaf mijn 16e. Ik ben nu 25. Dus, 9 jaar. Ja, 9 jaar. Ja, nou, maar het is heel erg goed namelijk. Oh, dat is voor zo'n korte tijd. Iedereen heeft dat vrijdagavond kunnen horen. En voor de mensen die dat niet hebben kunnen zien of horen, die krijgen daar nu nog een keer de gelegenheid voor. Want je gaat het nog een keer doen, hè? Yes. Dames en heren, hier is Marks. Laat je hoofd niet hangen, ook al heb je verdriet. De wereld is zo slecht, nog niet, dat is wat jij erin ziet. Kijk maar om je heen, ik wijs je te ver. Je bent niet alleen. Stelt op zich niets voor, het is wat jij ervan maakt. Alles van je anders, het is tijd dat je ontwaakt. Ga je met me mee, dit is je kans. En grijp hem meteen. Kom, vlieg met me mee. Over land, over zee. Want het avontuur ligt ginds achter de horizon. Wil wat je ook bent, dit is het moment. Het is nu of nooit, vlieg weg en kijk niet achterop. Er ligt meer voorbij die grens dan je ooit denken kon. Elke hoek wacht een verhaal wat je nooit hebt gehoord. Beleef je leven als een film, gooi je angst overboord. En dacht u niet zo lang, doe wat je moet doen. En wees maar niet bang.
avontuur ligt reeds achter de horizon. Wie of wat je ook bent, dit is het moment. Het is nu of nooit, vlieg weg en kijk niet achterom. Er ligt meer voorbij die grens dan je ooit denken kon. Kies wie je bent, speel je een schurk of een lel. Ben je een mooie prinses of speel je jezelf? Kom, vlieg met me mee, yeah. Over zee, yeah. Veel wat jij bent, oh, dit is het moment. Spreid je vleugels naar een de horizon. Live in Evenstad, dames en heren, Marks! Wow. Staat op 5-3-0.